Dankjewel, Pim. Beste vrienden, misschien nog enkele toevoegende opmerkingen van mijn kant bij de mooie inleiding van Pim. Ik ben dus een gewone natuurwetenschapper, een milieukundige, nog steeds actief aan de Universiteit Utrecht. En ik ben verzeild geraakt in dit onderwerp door het probleem dat die milieukunde op een gegeven moment overging in het duurzaamheidsvraagstuk. En die duurzaamheid, dat is eigenlijk heel iets anders. Dat is geen wetenschappelijke vraag. Dat is een vraag, wat voor maatschappij willen we eigenlijk? En je komt dan dus terecht in een heleboel andere vakken. In de filosofie, in de psychologie, sociologie. Al die dingen komen dan erbij kijken. En ik ben daar dus in verdwaald geraakt. En dat kwam ook omdat wij zagen in Den Haag. Wij werkten als RIVM en Milieuplanbureau voor het kabinet. Met name ook met allemaal studies rond klimaatverandering en dergelijke. En onze ervaring was dat wat voor mooie rapporten wij ook schreven. Dat hielp allemaal niks. Blijkbaar was er in die hoofden, dus zat een bepaald wereldbeeld, een bepaald mensbeeld. En als je dat niet verandert, dan verandert dat eigenlijk dus niks. Dus we hebben ook bedacht dat om die reden alleen al wij zouden moeten werken aan het hele probleem van waardepatronen en wereldbeelden. En dat is op de huidige dag is dat natuurlijk actueel, ook met de huidige coronacrisis. En dat zullen we dan in mijn betoog verder ook natuurlijk nog wel zien. Ik zal nu proberen om die PowerPoint voor mij aan te schakelen van hieruit. Als dat niet goed gaat, dan hoor ik dat wel van de technici die aanwezig zijn. Ja. Beeld is zichtbaar, begrijp ik? Ja. Oké. Nou, dan is dus het eerste punt dat wij dus nu die coronacrisis hebben. En dat is heel goed gegaan. Dat is een mooie combinatie trouwens van wetenschap en van beleid. Maar die crisis die heeft eigenlijk twee gezichten. In de eerste plaats is het goede nieuws dat we natuurlijk in die crisis, dat lezen we ook in veel kranten en zien we in veel media, dat dat een moment van gedwongen herbezinning is voor iedereen. Een soort van gedwongen meditatie zou je kunnen zeggen, om na te denken. Of je dat nou leuk vond of niet. En dat heeft bij veel mensen de vraag opgeroepen, wat vind ik nou eigenlijk van waarde? Wat doet er voor mij toe? En is het leven dat ik tot nu toe geleid heb wel eigenlijk het juiste? Of ben ik niet, is niet veel met mij op de loop gegaan door allerlei druk van buitenaf, reclame en dat soort dingen meer? En dat is natuurlijk een hele goede ontwikkeling en die staat eigenlijk in een vrij groot contrast met het probleem wat we al voor die crisis hadden. En dan gaat het dus over wat je kan noemen de perfecte storm die in de buitenwereld woedde al jarenlang. En daar komt die coronacrisis dus nu ineens zomaar nog bij en overheen. Want we hadden natuurlijk al die vraagstukken rond klimaatverandering, globalisering, migratiestromen, de integratieproblematiek die nog lang niet opgelost is, publiek-privaat verhoudingen die steeds scherper worden, de strijd tussen de echte economie waar mensen en zaken worden gemaakt en mensen werken, versus de financiële economie die een hele aparte wereld heeft gevormd. En daar komt dan die crisis dus nu nog overheen. En dat was al een groot probleem. En doordat wij zelfs meer zijn gaan nadenken over ons eigen waardepatroon, wie we eigenlijk zijn, wat we willen worden, wordt dat allemaal nog veel ernstiger. En velen hebben hoop uitgesproken, dat geldt ook voor mij wel, dat wij dus nu deze tijd goed gebruiken om na te denken, wat fundamenteeler na te denken dan gewoonlijk, hoe wij nu naar de crisis verder gaan. Uitgaande van het idee dat doorgaan waar we gebleven waren geen optie kan zijn. Wij moeten nu dit moment gebruiken om een koerswijziging uit te voeren en uit die storm weg te komen. Nou, een bijkomend probleem in deze hele geschiedenis was al dat veel filosofen zeggen dat wij geen moreel kompas meer hebben. We hebben geen onderscheid meer tussen goed en kwaad eigenlijk. En ook niet daardoor maatschappelijk over de vraag, wat is nou eigenlijk vooruitgang? En als je dat dus niet meer weet, dan is alles goed of verkeerd. En drijven wij vrij stuurloos rond. En op veel van die onderwerpen, zo meteen zullen we nog wel voorbij zien komen, vraag je ook af, is er nog enige oriëntatie die ons kan helpen? Dus er is inderdaad, Pim zei het al, behoefte aan een moreel kompas. En we hebben daar de afgelopen jaren aan gewerkt. Ook vooral, moet ik toch wel zeggen, ook in samenwerking met de Jonas Stichting Amsterdam. Ignaz Andersson, Christine Grouet hebben we door de jaren heen dat denken, ook vanuit de antroposofische richting, deze kant op gebracht. En als we dan dus kijken naar die hele denklijn rond het zoektocht naar een nieuw moreel kader, dan kom je uit eigenlijk bij onze voorvaderen
van de antroposofenvereniging, zou je kunnen zeggen. Willem Steiner heeft vaak gezegd dus dat wij antroposofen echt de erfgenamen zijn van de Rozenkruisers. Nou, dat is lang geleden, dan praat je rond 1600. En het lijkt me ook goed om daar dan te beginnen, want een van de misschien niet bekende, maar bekendste mensen wel, maar niet per se als Rozenkruiser, was William Shakespeare. Die zie je hier, dat was dus een Rozenkruiser. Wat je hier ziet is de laatste acte van de Tempest, het vorige plaatje. Dat is dus die perfecte storm. En de hoofdpersoon hier, Prospero, de tovenaar, die tekent hier op het toneel tekent hij een vurige cirkel en hij nodigt alle spelers uit dat stuk om in die cirkel te stappen en daarmee een verzoenend gebaar te maken. Dat is heel erg wezenlijk. Omdat dat de kern is van het hele werk van die Shakespeare. En als je dan verder kijkt, dan zien we dus op de eerste pagina's van het verzameld werk van diezelfde Shakespeare. We denken trouwens dat hij nooit bestaan heeft. En dat het gewoon een toneelspeler was uit Stratford. Die ze gebruikt hebben als een soort dekmantel voor een gezelschap die dit soort mooie dingen schreef. Die Shakespeare, dat is dus eigenlijk, als je daar heel goed naar kijkt, heb ik een soort hobby van gemaakt, moet ik zeggen, dan is dat eigenlijk een dekmantel of een codewoord voor het getal pi. Uit deze eerste pagina, daar blijkt dus dat dat om dat getal pi gaat. Alles draait om 2πr. Shakespeare, dat kan je ook nog schrijven als Shakespeare, wat ook weer een zoveelste aanduiding is dat het hier gaat om de verbinding van het vierkant en de cirkel, waarin dat getal pi, 3,14 zoals je nog weet, de verbindende schakel is. En dat leidt er eigenlijk toe dat je moet constateren dat die Shakespeare teruggrijpt, dat doen ze in dat werk heel erg nadrukkelijk trouwens, naar Da Vinci van 100 jaar eerder. En die Da Vinci, daar ken je al dat blote mannetje natuurlijk wel van, die staat dus in die beroemde tekeningen van Da Vinci in het vierkant, dat is de materie, het fysieke lichaam. En er staat tegelijkertijd ook, staat hij in die cirkel, en dat is het geestelijke. En hier wordt dus al, ons bekend voorkomend als antroposofen natuurlijk, wordt ons al uitgelegd rond 1600 en daarvoor, dat wij als mensen zowel deel hebben aan een fysieke wereld in het vierkant en een geestelijke wereld in die cirkel. En je weet nog wel dat Steiner dus ook dat heeft benoemd als het idee dat wij burgers zijn van twee werelden. Die geestelijke wereld en die fysieke wereld. En die lijn die wordt dan eigenlijk dus ook verder nog voortgezet. Steiner schrijft heel mooi in een van zijn dunste boekjes, maar wat mij betreft ook een van de mooiste, dat is de menselijke om de kosmische bedanken, schrijft hij heel mooi hoe dat allemaal bij elkaar komt in een mensbeeld, in zijn mensbeeld, wat ook dan die wortels heeft in die hele ontwikkeling van die afgelopen 400 jaar. En wanneer je daar dan dus in kijkt, dan vind je met name dit beeld. Dat is dus het mensbeeld wat Steiner ons voortekent. En dan zie je dus dat daar een oriëntatie is. Wij als mensen, wie we eigenlijk zijn, dat zijn wezens die dus tussen die geest en die materie inzitten. Zie je vorige plaatje, zie Da Vinci. In de verticaal en in de horizontaal, daar hebben we dus het hele fenomeen dat we ons eigen ik hebben, een individu zijn, een afgescheiden deel. En aan de linkerkant, daar gaat het over het universele, de wereld, het totaal. En in dat krachtenveld, zegt Steiner, daar leven wij. Dus je zou misschien kunnen zeggen dat wij zelfs burgers zijn van vier werelden in plaats van die twee. En dit beeld is eigenlijk, en dat is iets wat ons erg gedreven heeft, dat is heel erg veelzeggend voor deze tijd. Want wat er buiten nu gebeurt, dat heeft te maken met het wereldbeeld wat wij erop nahouden. Ik zal zo meteen laten zien dat wij dus in dit mooie totaalbeeld eigenlijk steeds maar een deel overbelichten en daar een obsessie van maken. En na verloop van tijd kun je dan buiten zien wat dat oplevert. En onze huidige wereld die je nu ziet als je uit het raam kijkt, en met al die problemen die daar zijn, die zijn heel goed te begrijpen vanuit een eenzijdige belichting van dit totale mensbeeld.
Nou, dat mensbeeld dat steunt ook nog dieper op Aristoteles en Plato. Zover gaat dat terug. Plato aan de linkerkant hier, die zat vooral dus aan de linkerzijde ook van dat patroon wat we net zagen. Dan gaat het over de universele vorm, de universals. En Aristoteles, zijn leerling, die had daar wat moeite mee. En die bepleit vooral dus niet het algemene, maar het specifieke, het particuliere, de lokale omstandigheden, de lokale context in de ruimte en tijd. En dat is dan die spanning over die horizontale as die alles bepalend is. En als je dat dan dus bij elkaar neemt, dan krijgen we dus dit te zien min of meer als dat mensbeeld wat tot ons gekomen is. En waar nog veel meer bronnen zometeen voor langs zullen komen. Maar het geeft dus aan wie wij zijn. Dit plaatje is wat wij denken te zijn. En wij hebben dus allemaal kwaliteiten, eigenschappen, capaciteiten die in dit plaatje naar voren komen. We hebben een geestelijke capaciteit en een fysieke. En een eigen ik en de anderen die veel dichterbij zijn dan we doorgaans denken. En we kunnen ook aan die kwaliteiten waarderingen toekennen. En je zou kunnen zeggen dat menselijke natuur de mate is waarin wij dus dat beeld waarderen. En we kunnen dus met onze menselijke natuur een hele sterke focus geven aan de onderkant van dit plaatje. Dat doen we op dit ogenblik in de tijd namelijk. De huidige tijdgeest zit aan die onderkant. En daardoor zijn we alleen maar verblind door die materialistische kant van dat mensbeeld. En niet helaas door het totaal. Wanneer we dan verder kijken, dan zien we dus dat het beeld ook nog eens een keer wordt bevestigd vanuit de psychologie. Dit is dus een beeld van Carl Gustav Jung, wat mij betreft de Einstein van de geesteswetenschappen. En die tekent, of laat tekenen, is mij steeds nog niet helemaal duidelijk, dit beeld, wat heel erg sprekend lijkt op dat vorige plaatje. Je ziet daar een cirkel en een kruis. Dat is hetzelfde idee als wat je bij Shakespeare voortdurend terugvindt. En daaromheen is een vlammenzee getekend. Dat lijkt geen leuke plek om te zijn. Dat is, je zou kunnen zeggen, een soort hellevuur. Daarbinnen tekent hij een gouden binnenkant. Dat lijkt dus iets te maken met het gulden midden. En waarom dat het gulden midden is, dat komt zo meteen uiteraard natuurlijk nog wel terug. De clue is dat Jung zegt dat wij door de tegenstellingen te overbruggen, dus bijvoorbeeld de tegenstelling tussen geest en materie, bewustzijn ontwikkelen. En dat is een heel fundamentele zaak. Buiten die cirkel, daar is het gebied van het onbewuste. Daar hebben wij als mensen geen controle over en zijn wat dat betreft in zekere zin verloren. En binnen die cirkel, daar kunnen we dus door de verbinding aan te gaan van die tegenstellingen, kunnen we ons bewust worden van onze totaliteit, zoals hij zegt. Je kunt alleen maar je eigen werkelijk ik bewaren, zegt hij letterlijk, wanneer je er bewust blijft van die tegenstellingen die ook in jou zitten, in al die richtingen van dit plaatje. Verticaal, horizontaal en alles daartussen. En je vindt dat beeld ook terug heel mooi in de mythologie. Ik heb hier een voorbeeldje even genomen van De Vliegende Hollander. Jullie waarschijnlijk wel bekend. Mooie muziek trouwens ook van Wagner in die opera. En in Die Vliegende Hollander, daar is dus het beeld, het verhaal gaat over een eiland. Dat eiland is trouwens die cirkelfiguur. Alle metaforen, utopieën gaan altijd over eilanden, zoals je weet. Dit eiland, dat is dus het beeld van die cirkel. En het idee is dat het eiland het bewuste gebied is. En die zee daaromheen het onbewuste. En die kapitein, die Vliegende Hollander, die moet 40 jaar, woestijn Mozes, rondzwerven over de zee. Dan komt hij aan land in het bewuste gebied. En dan kan hij dus de verbinding aangaan met zijn tegendeel in opera, verhalen, romans, uiteraard een vrouw. En als dat lukt, dan kan hij daar blijven, in dat bewustzijnsgebied. En als dat niet lukt, moet hij weer terug naar die zee. Nou, het verhaal loopt slecht af. Hij moet terug naar die zee. En dat onbewuste blijft hem dus gevangen houden. En hij moet daar dus eindeloos rondzwerven. Dat is dus ook in die verhalen, en zo zijn er talloze, is dat idee van die cirkel waar we dus bewust zijn van onszelf heel erg maatgevend. Wanneer je nou kijkt naar dat beeld, dan is frappant al dat dat ook in de geschiedenis terug te vinden is. En dat is belangrijk omdat dat ons een beetje houvast geeft in die stelling van Steiner en van Jung en van Aristoteles en ga zo maar door. Dat buiten die cirkel het out of control is. Dat daar onbewuste krachten heersen en je dus niet meer iets kunt sturen. En het menselijke ook ons daar ontvalt.
Je kunt dus waarderingen geven aan die plaatsen in dat mensbeeld. En als je dat aan de rechterkant doet, aan de binnenkant gaat dat prima. Want je moet toch voor jezelf opkomen en vanavond eten hebben. Als je dat overdrijft, dan wordt dat een obsessie. Dan wordt die waarde van het ego, want dan gaat het daar in dat gedeelte dan om. Dat wordt heel sterk uitvergroot. Dat wordt vervolgens tot een psychose, een obsessie. En dat is dan dat loopt uit op een ramp. Die obsessie wordt zo sterk namelijk dat die ten koste van al het andere, al die andere menselijke waarden die zich in dat beeld bevinden, wordt nagestreefd. Daarmee wordt heel veel stuk gemaakt en is de catastrofe nabij. Voor jouzelf als individu en voor de maatschappij. Want dit hele verhaal wat ik nou vertel, dat geldt zowel voor jou persoonlijk als voor ons als gemeenschap. In de geschiedenis vind je dat een beetje terug, dus los van dit voorbeeld, is die rechtsbovenhoek waar dus het individuele samengaat met het geestelijke, waar dus iedereen zijn eigen spirituele overtuiging kan of kon hebben, heb je het vroege christendom. Dat gaat de eerste 400 jaar, is dat dus een zeer, zeer sterke inspiratie. En dan rond 400, dan, dat schrijft Steiner ook, dan vindt er een enorme universalisering plaats. Dan wordt alles gegeneraliseerd. Van de rechterkant, het specifieke, Aristotelische, naar de linkerkant, het Plato-achtige, het uniforme. En dan krijg je dus de uniforme kerk, de universele kerk, dat is de katholieke kerk. Katholiek betekent universeel. En dan is daar dus één catechismus, één A4'tje met wat wij geloven. En dat gaat heel lang goed, maar niet al te lang, want wanneer je dat dus niet meemaakt en niet wil tekenen bij dat kruisje, dan kom je op de brandstapel terecht en dat hebben we dus heel lang volgehouden in Europa. Eigenlijk 1000 jaar. Uiteindelijk komen we dan in een proces terecht dat die kerk, die geestelijke pool, aan betekenis gaat verliezen. We komen terecht aan de linkerkant waar de staat die rol overneemt. De kerk maakt zich los van de staat of omgekeerd. Later nog gaan we nog verder omlaag in dat patroon. Dat noemen we dan de secularisering. Dat geestelijke raakt steeds meer op de achtergrond en het materiële gaat hem steeds meer boeien. En we krijgen dus allemaal stromingen, hele sterke wetenschapsbeoefeningen uiteraard. De verlichting komt zo. Maar ook ontwikkelingen als het communisme en nazisme, die zijn heel goed te begrijpen vanuit deze ontwikkeling. Om even dat kort aan te duiden, Jung gaf al aan dat wij zo onzeker zijn over onszelf, dat wij ons vastklampen aan alles wat houvast geeft. En dat doen we volgens Erich Fromm, die erover geschreven heeft, Angst voor de Vrijheid, ook heel sterk aan die linkerkant, waar we opgaan in de massa en daardoor een identiteit krijgen. Ik ben Ajax, of ik ben Feyenoord, of ik ben van de partij. Aan de onderkant, dan wordt dus dat materiële wordt langzamerhand een dominante toestand. Dick Swaap denkt dat wij ons brein zijn, wat natuurlijk in onze kring niet zo makkelijk valt, om maar zacht te zeggen. Je krijgt reclames die jou aanpraten dat jij je auto bent, in plaats van omgekeerd. We krijgen de ecologische crisis dient ten gevolge, want het kan dus niet op. En we denken gelukkig te worden van die spullen, maar dat worden wij dus pertinent niet. Gelukkig worden wij alleen maar meer midden in die cirkel, waar we al die waarden bij elkaar kunnen houden. We krijgen ook dan de hele geschiedenis van de ik-phone, de ik-pad, de ik-mac. Alles is ik. We krijgen een financieel bestel waarin de greed is good, moraal de kop opsteekt. En dan zitten we dus in dat rechtsonderkwadrant waar dus het individuele rechts en het materiële met elkaar op een vrij kwaadaardige manier combineren. Nou, daar zitten we dus nu. De voorhoede is al verderop en die zit dus eigenlijk daar rechtsboven alweer. Dat is de Small is Beautiful stroming van in de jaren 70. De boek Small is Beautiful, wat we hebben gezien daar. Dat is een beweging dus die weer teruggaat naar die kleine schaal, Schumacher. Waarbij dus de lokale schaal en het spirituele idee dominant is. Dat is het leidende wereldbeeld op die plek. Dus als je de geschiedenis... Ja, we moeten nog constateren dat linksboven natuurlijk die in de hele IS-geschiedenis en de extreme islam, diezelfde wij hebben de waarheid in pacht gedachte nu weer terugkomt. Bedenk ook dat aan de linkerkant van deze figuur, waar er een universele denktrand is, er ook één universele waarheid is en die heb je of die heb je niet. Heb je hem niet, dan met je verband op de brandstapel. Als je hem nu in de wetenschap niet hebt, dan word je afgebrand. Dat is dat idee dat er dus dat er één, dat de waarheid bestaat, is daar heel groot. En we hebben natuurlijk nu het probleem dat de extremistische groeperingen van de islam, net zoals wij destijds dat 1000 jaar hebben meegemaakt, die claimen nu weer die enige waarheid. En als je die niet hebt, dan is het dood aan de ongelovigen devies weer daar. Nou, die geschiedenis, die...
die ziet er dus, dit slaan we nog even over, die ziet er dus als volgt uit dat wij vanuit dat vroege christendom in die universele kerk terechtkomen, samengevat. We krijgen de universele staat, we krijgen de renaissance, waarbij er een periode is, een intermezzo, waarbij wij midden in dat mensbeeld zitten. We krijgen Montaigne, die gaat het individuele gaat die benoemen, dus het specifieke. Je zou kunnen zeggen romans schrijven, waarin het gaat om de belevenissen van het individu. Los van het universele deel aan de linkerkant. Dat duurt maar kort. En we vallen weer terug na de 30-jarige oorlog. Vreselijk in Europa. 1/3 van de mensen uitgemoord op een zeer vrede manier. Gaan we in 1648 gaan we door richting Descartes. We krijgen de verlichting. Een enorme hoos aan wetenschap. Dus de waarheid van de kerk wordt de waarheid van de wetenschap. We krijgen de universele wetenschap. De universele economie, die later een globaliserende economie wordt. En we komen dan met de val van de muur, komen we uiteindelijk verderop. Eerst krijgen we nog de verlichting, het herstel uit de verlichting komt nog als reactie voort, rechtsboven de romantiek gedurende 100 jaar, als een reactie op die enorme universele technocratische ontwikkeling. Het gevoel gaat dan weer een rol spelen tegenover het verstand van linksonder. Dat houden we 100 jaar vol en dan gaan we door waar we gebleven waren. En dan krijgen we net de val van de muur. Dan komen we terecht in dat kwadrant waar we dus nu zijn. En daarin bestaat dus de universele waarheid niet meer. Trump, die je nu inderdaad kunt zien, die is dus wel een beetje gek, maar niet helemaal. Het idee is dus dat in dat deel van ons waardepatroon, wat nu is gaan domineren weer, daar bestaat de waarheid niet meer. Dat staat dan dus door, we krijgen een overdrijving van de alternatieve feiten. De postmodernisten hebben dus dat voortdurend ook bepleit, het constructivisme. Niets is helemaal zeker en zelfs dat niet. Mensen als Bruno Latour, die komen daar nu van terug en die schrijven mea culpa stukken, dat ze eigenlijk zich willen excuseren voor de overdrijving die ons rechterkant opgedreven heeft. Vanuit het gevoel dat dat dus ook weer een te veel doorschiet is naar de verkeerde kant. We hebben dan dus uiteindelijk rechtsboven dan die transition towns. En je zou kunnen zeggen dat de achterhoede zit nog steeds met zijn hoofd in die verlichting. Dus wanneer wij praten met de politiek over klimaatverandering, dan roept de huidige politiek, we doen dat met innovatie. Dat is gewoon truc 6 van de verlichting. Alles met techniek doen. De voorhoede zit rechtsboven. Die staat op de dam, die demonstreert. Dat zijn de jonge klimaatsceptici en dergelijke, of de klimaatprotestanten, die bepleiten dat wij dus door gedragsverandering naar een ander patroon gaan. En die willen dus het probleem van klimaatverandering op een wezenlijk andere manier oplossen dan linksonder. Linksonder is techniek, rechtsboven is het, de insteek is vooral gedrag. We gaan weer terug naar de kleinere schaal. En dat is dus iets wat wij in deze coronatijd met elkaar dus aardig hebben geoefend. En daarmee volgen we eigenlijk ook de voorhoede, hoe die daar al was. En het idee is steeds dat in dat kwadrant rechtsboven, waar de spiritualiteit trouwens vrij sterk is, dat ook de plek is om ons te veranderen. Om dus een andere koers te vinden. En die koers moet dan vooral naar het midden van deze figuur leiden. Dus eigenlijk praten we dan over een deugdethiek. De clue is blijkbaar heel sterk dat alles wat buiten die cirkel zit, dat dus problematisch is. Dat loopt uit op psychoses als het over onszelf gaat en over maatschappelijke catastrofes als we naar het totaal kijken. En het hele idee van Aristoteles was natuurlijk aanvankelijk ook al dat het goede, het midden is tussen de kwaden in. En dat zie je dus in deze figuur, zie je dat ook. En dat wordt dus helemaal één op één bevestigd door het werk van, los van Steiner uiteraard, maar het werk van Jung, die dus op psychologisch niveau datzelfde proces beschrijft. En je moet dus niet op die zee zijn daarbuiten, maar je moet zorgen dat die waardeoriëntaties ook van jezelf, dat je daarin oefent, dat heet deugden, dat je die naar het midden van die figuur weet te brengen. Dus dat mijn obsessie met mijn auto aan de onderkant, dat ik daar door enige oefening of verstandelijk overwegen van afkom en nog wel misschien een auto wil hebben, maar niet meer dat die auto, dat ik van die auto ben, maar dat die auto van mij is. Dat is dus een streven wat dus zich uit in op die manier. En daar zit, dat is dus een ethiek die we zouden kunnen gebruiken, ook Aristoteles volgend, dat wij dus al die dingen die buiten die cirkel zitten, dat we daarmee ophouden, omdat die hoe je het ook bekijkt, wat voor politieke kleur je ook hebt, geperverteerd zijn en tot alleen maar de volgende ramp leiden.
Dus in niet meer die geschiedenis herhalen, maar nu inzien hoe het werkt. En dan van daaruit besluiten met elkaar dat we een aantal dingen gewoon als immoreel moeten kwalificeren. Dat is dus dan het morele kompas. En wat is nou die groene middelpuntzoekende kracht in het plaatje? Dat is in het christendom is dat liefde die naar het midden toe drijft. Liefde voor de overkant namelijk, waar je ook zit. Het is vriendschap bij Aristoteles en het is broederschap in de Franse Revolutie. En dat zijn dus de krachten, die klinken vrij soft, maar die zijn dus heel erg wezenlijk, die middelpuntvliegende krachten moeten compenseren. En die middelpuntvliegende kracht, daar gaat het dus vooral om de behoefte aan identiteit. Omdat we zo onzeker zijn over onszelf, dat we ons vastklampen aan alles wat houvast geeft. In dat midden, Jung volgen, daar ontstaan dus twee mooie dingen. Punt 1, bewust zijn. Dat is het bewuste gebied ook bij Jung. Je zou ook kunnen zeggen, daarom zouden zelfs Darwinisten het met onze antroposofische gedachtegang eens kunnen zijn, dat in de evolutie bewustzijnsontwikkeling de rode draad is. Dat is onmiskenbaar van lage organismen tot ons mensen aan toe het geval. Wij hebben natuurlijk ook nog opvattingen over de bewustzijnsniveaus die boven ons zijn. Darwinisten niet, maar dat zien ze dan vanzelf wel tegen die tijd. Aan de andere kant hebben we natuurlijk het duurzaamheidsfenomeen, wat heel prettig is, omdat we, als we binnen die cirkel blijven qua waardeoriëntatie, en dus ook qua maatschappelijke realisatie van die waarden, dan blijven we weg van die catastrofale periferie waar al die ongelukken gebeuren. En op die manier is er dus een hele sterke verbinding tussen het denken en de ethiek die hierachter zit, en het duurzaamheidsprobleem. Nog een paar voorbeelden. Er zijn natuurlijk een heleboel symbolen. Jullie zagen in het begin dat Keltisch kruis ook al eventjes verschijnen. In het christendom is dat ook het leidende beeld. Het gaat daar ook om het eerste en het grote eerste gebod en het tweede gebod. Het eerste gebod, heb God de Vader lief met geheel uw ziel, hart en verstand. En het tweede gebod, daaraan gelijk, staat er nadrukkelijk bij, is heb uw naaste links lief als uzelf rechts in dit plaatje. Dus die symbolen die komen voortdurend terug. Dit is de ronde tafel van koning Arthur. De koning is altijd in de mythologie de uitdrukking van het groepsbewustzijn. En die zit dus midden in dit gebeuren. En al die ridders daaromheen, net als bij de werken van Shakespeare, dat zijn dus die onze eigenschappen, onze waardenoriëntaties, die we bij elkaar moeten zien te houden. En juist doordat ze bij elkaar zijn, blijft dat evenwicht en blijven wij ook menselijk. In de Ring des Nibelungen van Wagner, daar gaat het over diezelfde ring ook weer. Alleen loopt het bij Wagner natuurlijk, zoals je weet, slecht af. Hè? Na de drie opera's eindigt het met de Gotterdämmerung. Dan valt in Amsterdam het hele podiumdecor donderend geraas in elkaar. Dan is dus Walhalla is ingestort en daarmee de beschaving. En dat komt omdat Wagner een pessimist is. Daar hebben dus die middelpunt vliegende krachten naar buiten toe. Die hebben gewonnen. En dan is het einde oefening. En in de Baan van de Ring, mooi contrast, is dat daar die middelpunt zoekende krachten overwinnen, sterk zijn. Dat komt omdat die hobbits onder leiding van die Gandalf, dat is hier eigenlijk de postpro van Shakespeare, of de Sarastro van Mozart, die leidt, die komt steeds opduiken op momenten dat die kleine hobbits leiding nodig hebben. Dan wijst die Gandalf ze eventjes de weg. En ze houden mekaars handjes vast in vriendschap tot het eind aan toe. En daardoor winnen die middelpunt zoekende krachten in die band van de ring. En dan kan ook midden aarde behouden blijven. En je begrijpt natuurlijk wel waarom dat dan midden aarde heet. Dus de clue is dus om die boel bij elkaar te houden, om met Job Cohen te spreken. Je moet je ook realiseren dat in de samenleving dat hele patroon ook gewoon terug te vinden is, los van de geschiedenis. Linksboven gaat het dus om de uniforme instituties. Vanuit een meer geestelijk of idealistisch perspectief kan je denken aan de PAUS, de Europese Unie en de IPCC van het klimaatprobleem. Aan de linksonderkant, daar is dus dat geloof in technologie enorm groot. Hoe gaan wij het klimaatprobleem oplossen? Nou, met kernenergie of met nog meer technologie. Aan de rechtsonderkant,
daar gaat het allemaal dus om dat, is het idee dat het allemaal om het grote geld gaat en om utiliteit. En aan de rechtsbovenkant, daar hebben we dus die Schumacher Small is Beautiful wereld nog steeds. Met streekproducten, hele lokale oriëntatie, voor je eigen energiezorgen, kleinschaligheid. En deze krachten, die kun je in iedere krant van iedere dag, kan je die terugvinden. Die staan dus allemaal naast elkaar. En het mooie is, vind ik, dat die mensen allemaal gelijk hebben. Ook die mensen linksonder, die zijn niet kwaadaardig, maar die geloven nou eenmaal oprecht dat je het probleem moet oplossen op een linksonder manier. En die mensen rechtsboven, die denken daar precies omgekeerd over. En de clue is dus, hoe krijg je, omdat het allebei waar is, hoe krijg je dat bij elkaar? Omdat we al die kwaliteiten nodig zullen hebben, dat is de grote boodschap van de geschiedenis, om te overleven. In die politiek, daar zie je natuurlijk al die politieke partijen. Die politieke partijen die zijn eigenlijk ook gewoon conglomeraten van waardeoriëntaties. En die zitten dus ergens, ik heb ze hier maar, nou ja, niet helemaal lukraak, maar op eigen rekening risico ingetekend. En de clue is nou juist dat waar wij in die coronacrisis wat meer naar ons eigen midden gaan en nadenken, wat is nou mijn eigenlijke authentieke intentie. Wil ik dit wel? Was dit nou de baan die ik wou? Was dit nou het leven wat ik wil leiden? Was die vakantie nou wel eigenlijk wat ik wou? Of deed ik dat omdat anderen dat wilden of mij aanpraten? Dat is dus een gang naar het midden toe van het individu in die corona-meditatie, zou je kunnen zeggen, herbezinning. Terwijl die politiek, die raakt dus heel uit elkaar geslingerd. Die heeft een neiging om dus op zoek naar een identiteit en daarmee een electoraat zich naar die periferie te bewegen. Daardoor steeds extremer te worden. En de taferelen in de Tweede Kamer voor de crisis dit jaar en daarna zijn wat dat betreft allebei even teleurstellend. Dus daar zitten we met een enorm probleem van twee tegengestelde bewegingen. Middelpunt zoekend nu door de situatie aangejaagd. Een middelpunt verliedend vanuit die perfecte storm die rond al die reusachtige problemen die niet wezenlijk worden besproken en aangepakt ons naar die periferie drijven. Nou, dan kan je dus zeggen dat het morele kompas, dat heeft wat mij betreft hele praktische gevolgen. Nogmaals, waar je ook staat in je politieke overtuiging. Je kunt iets meer liberaal aan de rechterkant zijn. Dat je daar accent wil leggen of meent moeten leggen in je huidige leven. Of aan de linkerkant iets meer collectief opzoeken. Of aan de bovenkant van ideeën houden. Of aan de onderkant van spullen. Dat moet je allemaal zelf bekijken. Dat hoort bij je eigen levensweg. Maar als je daar buiten zit, dan ben je trouwens ook vrij toe om dat te doen. Dan moet je wel realiseren dat we daarvan zouden kunnen zeggen op grond van deze gedachtegang. Dat immorele ontwikkelingen zijn. Die zijn slecht voor jouzelf. Die worden psychotisch. En die zijn slecht voor de samenleving. Dan heet het catastrofe. Linksboven. Als het met de tijd goed gaat, mijn klokje deed het niet. Ik kijk nog even naar Pim dan. Linksboven, daar heb je dus dat religieus fundamentalisme. Je zou kunnen zeggen dat het niet zo kan zijn, dat geldt voor alle geloofsovertuigingen, dat men in het openbaar de waarheid kan claimen. Dat heeft dus 1600 jaar lang verschrikkelijke catastrofes opgeleverd in Europa alleen al. Waarom zouden we dat goed moeten vinden? Als ik de waarheid heb, dan heeft iemand anders hem niet. Dat is een waanzinnige stelling. Dus daar zou je in de grondwet misschien iets aan kunnen doen. Tuurlijk, iedereen kan zijn eigen mening ventileren. Maar dat is altijd dan vanuit mijn subjectiviteit. Ik denk dat het zo zit. Maar ga niet jongeren brainwashen in het idee dat de waarheid beschikbaar is. En dat je die eventjes ze zult inmasseren. In die linksonderhoek, die schrijven we af. In de linksonderhoek heb je de hyperglobalisering. Realiseer je dat het probleem van deze wereld op het ogenblik is een beetje een vervelend samenloop van hyperglobalisering aan de linksonderkant. Dat is de afgelopen decennia, vanaf 1960 is dat gebeurd. Hele grote schaal. Er is één universele markt, één level playing field. Er is één wereldhandelsorganisatie, één uniform regime over de hele wereld heen. We doen het waar het goedkoopste is. En daar zit dan tegelijkertijd die rechtsonderontwikkeling bij, waarbij greed goed is en je dus daaruit zoveel mogelijk rendement wil halen. En dat is de toestand van de wereld zoals we dus die nu hebben. En middenin zitten we met die enorme fixatie op de materie, de consumptiemaatschappij, de wegmaatschappij. En daar zou je dus van af moeten. En ik hou eerder gezegd de afgelopen dagen mijn hart vast, want we hebben dus nu de terrassen open en de winkels open en nog wat. En de sfeer van wij gaan door waar we gebleven waren is alweer heel sterk aanwezig. En we weten één ding heel erg zeker. Dat klimaatprobleem, dat wordt heel groot. Als we dat niet aanpakken, dan is dat waarschijnlijk, of goede kans daartoe, onze redenen om uit de cirkel te lopen, zoals dat in de geschiedenis
talloze malen hebben gedaan. Einde oefening. Dus het is te hopen dat we dat inzien, want we zouden dus via maatregelen dat waardepatroon een handje kunnen helpen en naar dat midden toe schuiven en mensen proberen aan te leren dat je niet onderin gelukkig wordt met die grotere auto, maar wel middenin waar je als mens je volledige mens zijn aanspreekt. Dus dat zou je dan op die manier ook kunnen doen. We hebben dan dus rechtsonder hebben we dat financiële bestel, komt zo meteen nog even op terug. Dat is dus eigenlijk de karikatuur van onze tijd. We zitten met onze tijdgeest rechtonder. Daar is dus het individuele en het materiële is daar dominant naar buiten toe gelopen. Dat is een obsessie geworden. We hebben een financieel bestel wat veel te groot is. 2 à 3 keer te groot voor Nederland. Het is wetenschappelijke rapporten aangetoond schadelijk voor de economie. Negatief resultaat. Wij groeien minder of wij krimpen zelfs ten gevolge van het veel te grote financiële bestel. Daar zou je dus iets aan kunnen doen. En dat kan ook op grond van een redenering in dit kompas. Dan hebben we nog homo deus, staat linksonder. Dat is dus de gedachte van veel mensen. Terug naar die verlichting. We gaan superorganismen worden en we planten chips in ons hoofd. En dan komen we er wel uit. Dat gaat niet gebeuren. Bovendien is dat, zoals wij weten, niet de bedoeling. Dus dat kun je ook wat dat betreft doorstrepen. Dan zien we ons daar masculin, feminien. Het goede nieuws at the end of the day is dat wij in die periode van de afgelopen paar honderd jaar linksonder zaten qua dominant waardepatroon in die masculine oriëntaties. À la meneer Berlusconi. Maar hier in Nederland zijn er ook een aantal personen acterend op het politieke toneel, waarvan ik van brand om ze ook te scharen onder de categorie masculin. Maar ik zal mij beheersen en daar geen namen noemen. Rechtsboven zie je feminien staan. Wij komen aan die kreet omdat in die enquêtes die we hebben gehouden in onderzoeken rond dit hele gebeuren, daar bleek 2/3 linksonder een man te zijn en boven, rechtsboven 2/3 vrouw. Dus blijkbaar zijn, kan je wel voorstellen, die waren ook wat meer feminien rechtsboven. Linksonder gaat het vooral over rationaliteit en verstand. Rechtsboven gaat het relatief meer over gevoel. En vandaar dat die romantiek dus ook in die rechtsbovenhoek zit. En het goede nieuws is dat wij natuurlijk blijkbaar draaien we met de wijzers van de klok, tegen de wijzers van de klok in, linksom door dit plaatje heen. Ik gaf al aan dat we rechtsonder zitten en de voorhoede die bevindt zich rechtsboven. En bij de koffieautomaat op de universiteit, dan zijn wij soms zwaar te moeden, kan je je voorstellen, als milieukundigen. Maar het enige wat ons nog opbeurt is de verzuchting dat we uiteindelijk naar die feminine waarde toedraaien en dat de boel wezenlijk zal kunnen veranderen. En dat gaat nu ook keihard. De hele MeToo-beweging is natuurlijk daar. Het is op allerlei toonaarden in de samenleving is dat gaande. Dus het zou goed kunnen zijn dat dat hetgeen is wat ons gaat redden. Nou, Klaas, we zitten nu op 9:15. Dus als jij nog... Ja, dan rond ik rond dan nu af gewoon. Ja, dat is niet nodig. Maar als je nog een paar minuten afrondt... Ja, dat gaat helemaal goed hoor. Ietsje nog hebt, maar dan... Dan doen we zo een paar minuten af. Ik zeg namelijk niet veel meer. Alleen dat dus die materialistische waarde, dat je dus deze gedachtegang wel ook heel concreet kunt doorvertalen naar hele concrete aangelegenheden. Een voorbeeldje aan die onderkant, waar ik dan natuurlijk heel veel werk heb, klimaatverandering, biodiversiteit. Het coronaprobleem is een probleem, doordat wij dus al die bossen kappen. Biodiversiteitsverlies, roepen mijn collega's al jarenlang, dat levert verlies aan veerkracht op. Dat die risico's rond zo'n coronavirus, die zijn ons al lang 10 keer meegedeeld in dit verband. En we luisteren daar dus niet naar. Stikstof weet je alles van, circulaire economie waarschijnlijk ook wel. Dit heeft allemaal te maken met een obsessieve waardering van die waarde aan de onderkant. Daar, je hebt dus hiermee een legitimering, is het idee, om daarvan af te komen. Andere voorbeelden. Je ziet in dat figuur zie je dus dat als we in dat midden zouden moeten zitten als een soort kompaskoers, dan zijn we net zoveel links als rechts aan waarden moeten we in balans zien te houden. Dan moet je dus de hyperglobalisering niet willen, maar dat idee wat ook dus rechtspartijen als Wilders en Baudet nastreven, daar moeten we dan ook van zeggen dat dat begrijpelijk is. Die zijn vooral te hoop gelopen tegen die overwaardering van die linkerkant hyperglobalisering en die compenseren dat. Psychologie gewoon, met het eigenheid, soevereiniteitsprobleem aan de rechterkant. Mogen wij over ons eigen Nederland gaan? Of zijn dat aandeelhouders in Abu Dhabi die hier de grond kopen, de havens kopen en onze bedrijven opjutten, het Tata-hoogovenprobleem enzovoort?
Dus wat is van wie en waarom? Een ander probleem is het publiek-private. Ik sta dat nu over, maar het idee is dat dus ook eigendomsverhouding, omdat er een parallel is met het economische bestel, wat je in dit vorige plaatje dan toch nog, kijk, hier zag je, zie je dat? Nee. Kijk, hier zie je dat. Er is dat waardepatroon dat spoort met de oriëntatie die we in de economie hebben aan private en publieke goederen. En tegen die achtergrond is ook daar dus het devies dat daar evenwicht moet zijn tussen wat van jou is, privaat, en wat van ons allemaal is. Dat is in de jaren 90, in die enorme verschuiving van linksonder naar rechtsonder, totaal teloor gegaan. En die financiële economie, ons probleem van onze tijd, geeft rechtsonder, dat kunnen we dus ook terugbrengen door dat publiek-private stelsel weer in balans te brengen, evenveel publiek als privaat. Dat betekent dat er een publieke geldschepping moet zijn en een publieke bank. Als voorbeelden dat dus deze de zoektocht naar een nieuwere, hernieuwde ethiek dit soort maatschappelijke lijnen zou kunnen motiveren. Laatste sheet. Op die manier zouden we dus ons kunnen bezinnen op wat vooruitgang mag heten. Ik ben een grote fan van Macron. Die heeft ons allemaal een brief geschreven in maart van dit jaar. En eerder ook al hele mooie toespraken gehouden waarin hij zich eigenlijk afvraagt. Moeten wij als Europeanen niet opnieuw nadenken over wat vooruitgang betekent? Dat is precies dus dit probleem. Een Europa dat beschermt. Daar praat je dus ook over die soevereiniteitskant. Mogen de mensen gaan over hun eigen omgeving? Kunnen we niet voor al die praktische problemen die we genoemd hebben, klimaat, financiën, landbouw, een beleid in ieder geval West-Europa van landen die dat willen gaan voeren, moet je zeggen tegen Rutte en Hoekstra, zodat wij dus dat soort nieuwe waarden daar ook zouden kunnen implementeren en realiseren. Moeten we dan niet die monetaire hervorming doorvoeren, publiek-privaat evenwicht herstellen, omdat daarmee al die dingen die we in Europa willen, probleemloos zouden kunnen worden uitgevoerd. En tenslotte, en dat is het laatste statement, je ziet dus dat dit hele verhaal, dat is niks nieuws. Dat is alleen maar een bij elkaar nemen van onze hele Europese cultuur, van honderden jaren her tot nu toe. Daar komt een beeld uit naar voren toe en een ervaring trouwens ook, een proefondervindelijke empirische ervaring, hoe die wereld in elkaar steekt. Vooral de antroposofie als erfgenaam van die Rozenkruisers zijn daar de dragers van. Dus wij weten eigenlijk wat ons te doen staat. En het zou dus heel mooi zijn als we dus ook deze impasse waarin we dus nu zitten, dit moment van bezinning, dat we dat zouden kunnen gebruiken om ook dan op een wat dieper niveau dan we gewend zijn, na te denken over die toekomstige koers van onze eigen wereld. Dankjewel.